De raad van commissarissen bij het veerbedrijf Kanawaima is aangevuld. Transportminister Albert Jubitana benadrukte gisteren tegenover journalisten dat het niet om een nieuwe raad gaat. Het is geen nieuwe, het is een aanvulling, want die nieuwe is sinds vorig jaar. En vanuit de verschillende expertises is dus deze boord verder aangevuld. Het gaat om een joint board en dat betekent dus dat aan beide kanten, zowel Guyana als Suriname, er raadsleden zijn die dan 6 keer in het jaar dat ze bij elkaar komen om het voortbestaan, het operationeel gedeelte, het beleidsmatige van Kanawaima, dat die zaken heel goed onder de loep worden genomen. Jubitana zegt verder dat de vooruitzichten in inkomsten bij de Kanawaima niet gunstig zijn, omdat de diensten slechts 2 keer per week worden uitgevoerd. De coronapandemie is de voornaamste oorzaak van de verminderde inkomsten. Niet rendabel, maar dat heeft niet alleen te maken met wat we hebben overgenomen, maar puur vanwege het feit dat er maar 2 afvaarten zijn per week. En dat is niet voldoende om alle maandelijkse kosten van Kanawaima te dekken. Dus dat is al zeker gedurende de pandemie het geval. En wij moeten ook de schuldpositie die we hebben overgenomen, dat wij dat ook verder bij de boord zich daarover gaan buigen. Mag ook aangeven dat wij hebben gedeeld, als doelstelling dan hebben meegegeven dat we richting corporate governance, good governance gaan, waarbij de boekhouding voor beide kanten, maar ook voor beide overheden duidelijk moet zijn dat we praten over het richtingsturen van een gezond bedrijf, een bedrijf gezond maken. Jubitana zegt dat er wel een achterstand is voor wat betreft jaarverslagen van het bedrijf. Een bestuur bestaande uit leden van Suriname en Guyana zullen deze achterstand moeten inlopen. Dit bestuur komt 6 keer per jaar bij elkaar om alle ontwikkelingen te bespreken.